Ja, delingen met die deelstreep. En je moet ook even goed opletten hoe je het uitrekent. Dit soort langere sommen van boven naar beneden. Maar is het alleen echt maar met één zo'n deelstreep, dan zijn er docenten die zeggen: nee, dan mag het nog niet achter elkaar. Maar dan kan het soms veiliger zijn om hem achter elkaar uit te werken, omdat je alleen boven en onder hebt. Vraag dat aan je docent. Ik ga het laten zien. Hoe pak je dit nu aan? Hoe pak je dit nu aan? Nou, kijk alleen eventjes de som die je wil zien. En wil je alleen C zien, dan moet je even zo op verder klikken tot je bij C bent. Min 18 eraf 6 staat boven. En dan heb je onder min 4 keer 3. Is gelijk aan. Nou, normaal gesproken werk je altijd van boven naar beneden. Niet achter elkaar gaan werken. Echt niet doen. Bij ons mag dat zelfs niet. Maar dit is net zo'n aparte situatie met alleen een deelstreep. En dan kan het veiliger zijn dat je zegt: nou, ik maak eerst boven netjes en ik maak eerst onder netjes en dan vereenvoudig ik hem, zo noem je dat. Nou, als ik boven netjes maak, ik heb er 18 tekort. Ik haal er nog eens 6 af. Dan heb ik er dus 24 tekort. Onder doe ik min 4 keer 3, dat is min 12. Nu heb ik negatief gedeeld door negatief, ofwel negatief boven, negatief onder. Dus negatief boven en negatief onder. Dan is je antwoord positief en krijg je dus 24 gedeeld door 12 is 2. Dan gaan we naar som B. En som B is echt zo'n som die je van boven naar beneden uitrekent. He, dus van boven naar beneden werken. Gedeeld door 20 is wel met een deelstreep, maar er staat nog achter keer min 5. En dat is dus anders. Nou, dan maak je eerst de delingen die hier staan, de breuken zullen jullie het noemen, denk ik. Die maak je eerst netjes. Boven en onder. Nou, onder is hier al netjes, dus we maken hem eerst boven netjes. Min 18, min 12. Ik heb er 18 tekort. Ik haal er nog eens 12 af. Dat is dus min 30. En dan die deelstreep 2, gedeeld door 2. He, dus ik heb nu dit eigenlijk netjes gemaakt. En dat heb ik dus zeg maar eventjes opgeschreven als min 30. En dan neem ik de rest over en werk goed onder elkaar. Zo, nu ga ik de delingen weghalen. Heb ik er meer, dan kan ik ze meer tegelijk doen. Maar ik heb er nu maar één en dat wordt min 15. Want het is boven negatief, onder positief, dus het antwoord is negatief. En dan krijg je 30 gedeeld door 2 is 15. En dan neem je de rest over. Keer min 5 is gelijk aan. Min keer min wordt plus. 15 keer 5 is 75. Dus dit is 75. Dan gaan we naar som D. C, pardon. Min 21 min min 12 gedeeld door 10. En dan min 1. En dan staat er ook nog eens plus 9 gedeeld door min 9. Nu ga je echt van boven naar beneden werken. Het is anders als het alleen dit was geweest. Dan had je veilig opzij kunnen rekenen. Anders echt niet doen. Dan gaat het mis. Nou, wat ga je nu doen? Je gaat eerst, als je zo'n vraag krijgt, ga je eerst de delingen netjes maken. Maak alle delingen in één stap netjes. Nou, dit wordt natuurlijk plus. Dus dan krijg je min 21 plus 12. Je hebt de 21 tekort. Je gaat er 12 omhoog. Dan kom je dus uit op min 9. Want zo, kijk. En die 10 min 1 is 9. Want heb je de 21 tekort, zo, en gaan we de 12 bij optellen, dan gaan we omhoog. Dan heb je dus 12 minder tekort, ofwel je hebt er nog maar 9 tekort. Nou, en dan neem je het gewoon over. En nu mag je, misschien bij jouw docent niet, dus vraag wel even of van jouw docent ook mag, in één stap alle delingen even netjes schrijven. Dit doe ik voor de uitleg, hè, hoef jullie niet te doen zo'n cirkel omheen. Boven de min. Boven negatief, onder positief, je antwoord wordt min. Dus dit wordt min 1, want 9 gedeeld door 9 is 1. En dan neem je de plus over. En hier doe je hetzelfde. Boven positief, onder negatief. Dat wordt dus negatief, dus dit wordt min 1. En dan wordt dit dus. Even kleiner maken. Eigenlijk krijg je hier dus gewoon min 1, min 1. En dat is gelijk aan min 2. En zo komen ze dus uit op min 2. Dat was hem. Bedankt voor het kijken en tot het volgende filmpje. Doei!